Om deze liet ze Griene Bletsjes Gietet, Lamzeer, kweekt in de siltetuin van het Van Hal. Topkok Albert Kooij kreeg Joert het eerste kistje van de zeegriente. Een griente met grote potentie, vindt kweker Timo ter Voort. Als je kijkt naar de inhoudstoffen, want dat bepaalt het eigenlijk, dan als je het proeft, dan proef je dus echt een zilte smaak. En dat karakter wordt eigenlijk veroorzaakt door de mineralen die erin zitten. Als je kijkt naar hoeveel ijzer en magnesium die erin zitten, dan is het een hele gezonde, smakelijke groente. En Jo eet het zelf echt dus? Absoluut. En zelfs de kinderen vinden het lekker. Dat je de goed maar eten ziet kennen is wat de channel gerucht dat Albert Kooij die het vermaakt. Een haché van lamzier met kokkels. Maar voordat bij jou op tafel stiet, maakt lamzier wel eerst in de supermarkt te keer wezen. En Savier is het nog net. Hoe zal de toekomst van de griente eruit zien? Dan denk ik dat het bij een aantal kwekers ligt, dat een aantal telers hun brood ermee gaan verdienen. En dat het een geaccepteerde groente is voor de gemiddelde consument. Dus dat het ook echt in het schap ligt tegen een acceptabele prijs bij de supermarkten. Ter Voort wil lamzier takomier en kweken litten door een grienteteler aan de Waddenkust.